En het is redelijk open, wat u ook schrijft, ook, je ook schrijft ook over het gezin. De familie Vlodder, las ik in de proloog. Ja, onze app heet de familie Vlodder. Ja. Ja, waar het is de gedachte daarachter eigenlijk? Nou ja, dat weet ik niet. Heeft een van de kinderen ooit verzonden? Nou ja, ja. Waar waren de familie Vlodder? Ja, ja, en de kinderen zijn ook een beetje verdeeld. Zoon Luc is nogal fanatiek, begrijp ik ook. Tegen het beleid ook, over het algemeen. Ja. Die wilde ook aan een interview niet meewerken, las ik ergens. Ja. En hoe is je er nu op dit moment onder? Nee, maar bedoel, als het dan gisteren uitlekte dat we naar de G2 gaan, dan is hij de eerste die in mijn app hebt van: pap, dat kan toch niet waar zijn dat je je daarvoor sterk gemaakt hebt? Dus dan is hij, dus hij is gewoon kritisch. Maar het is ook een. Ja, ik bedoel, hij is 22 jaar. Dat is mooi om als vader en zoon. Absoluut. Goede discussies met elkaar te hebben. Dan heb je ze goed opgevoed, Diederik. Want ja, stel je voor dat ze het hele tijd met je eens zijn. Dat, ja. Dat probeer ik mijn kinderen ook. Maar wat vind je van de mensen die kritisch zijn? Ook over de bijwerkingen, over de ingrepen, de afspraken. Die zeggen, ja, maar hier geloof ik niet meer in. Ja, maar ik vind dat ook goed. En ik merk dat ik behoefte heb met het kleine beetje kennis wat ik heb om het dan te blijven uitleggen. En mensen staat er vrij wie ze geloven en welke informatie. En ik heb geneeskunde. Maar mensen worden weggezet als wappies als ze kritisch worden enzovoort. Die worden gelijk in een hoek gediend. Ja, maar gediend. Niet door mij. Je kan naar ze luisteren. Je neemt ze serieus absoluut ook. Nee, ja, maar ik heb absoluut discussies gevoerd. En ik krijg echt lelijke mails. En ik blijf ze allemaal proberen te beantwoorden. Het lukt me niet altijd. Maar ik ga niet de discussie uit de weg. En dit is mijn mening. En doe ermee wat je er wil mee doen. Ik bedoel, Diederik Gommers is ook maar een mening. En ik probeer het een beetje wetenschappelijk te onderbouwen. Met mijn beperkte kennis. Het klinkt heel bescheiden, maar je bent onderweg ook wel een beetje in jezelf gaan geloven, lees ik in het boek, toch? Als ik het zo mag begrijpen. Dat je... Ja, nee, op een gegeven moment als je op een voetstuk gezet wordt. Ja, natuurlijk ga je er af en toe in geloven, maar je valt ook af en toe van je voetstukken af. En doen critici. En over die lockdown, dat viel niet goed toen, werd iedereen boos. Nee, maar dat was wel overwogen. Ik vond dat het kabinet te laks was. En toen dacht ik, ja, en nu pak ik mijn momentum. En dan maak je misbruik van de positie die je hebt. Maar ik vond dat dat toen nodig was. Ja, was het ook altijd even fijn? Want toen je op vakantie was, kwam je er pas achter om niet herkend te worden hoe lekker het was, toch? Ja, ja. Ja, maar dat is het ook. Ik bedoel, mensen zijn hartstikke aardig. Ze zeggen je allemaal goeiedag. En iedereen wil met je op de foto. Was net hier ook. Ja, maar het is ook lekker als ik weer terug mijn oude leven heb. Ja, gewoon jezelf kunnen zijn. Wim Kief zegt altijd, vroeg of laat gaan we te veel in onszelf geloven. Herken je dat, Stef? Ja, zeker in de muziek. En je moet een paar goede docenten hebben. Kijk, jij hebt natuurlijk een snelle mediatraining eigenlijk gehad voor iets wat je niet zag aankomen. Maar als je Boudewijn de Groot aan je wieg hebt bij mij en Raymond van het Groenewoud en Johan Verminnen, die wisten mij lang op voorhand, mijn vader ook trouwens, altijd te zeggen, dit is de blauwdruk van het leven. Kijk uit voor ijdelheid, blijf altijd gaan voor de inhoud. Weet je, als je met muziek bezig bent, maar niet randdingen gaan doen, en dan word je goed op een pad gezet. Maar de magie ontstaat pas, zei je ooit, als je het ego loslaat. Ja. Ja. En ik heb veel gezien als observator. Met vrienden van mij zijn de meeste vrienden zijn acteurs in België. Dan zie je waar het soms misgaat dit jaar. Met mensen die ook een Mark van Ranst in België. Voor of tegen, dat doet er niet toe. Maar je ziet op een gegeven moment, die zit op een paardje. En dan kan het ook te ver gaan. Want die is wel politiek gelinkt. En dan wordt het iemand die de polemiek begint te ondersteunen. Dat vond ik fijn bij jou. Weet je, dat moet geen rol spelen. Nee. Want dan begin je een heel gevaarlijk spel te spelen. En dan speelt het ego ook een rol. Maar wie riep jou tot orde dan, Diederik? Nou, heel veel familie, maar ook gewoon mensen om me heen. Maar ik kon ook gewoon echt wel, als er kritisch op het Twitter iets gezegd werd, ging ik erover nadenken. Maar ook een columnist. Aan wie legt Diederik Gommers nog verantwoording af? Waarom is die man zoveel op tv? Maar als ik die van de presentatoren schuift aan bij Diederik Gommers of mij op als één. Dat is gewoon, dat is wat je leest. En daar doe je dan wat mee. Als ik dat net zeg over het boek, dat je ook een beetje meelift op het succes wat je hebt gehad als bekende Nederlander. Wat vind je daarvan als ik dat zeg? Ja, dat is jouw mening. Ja. Ik vind dat prima. Ik heb het met een ander doel geschreven. Ja, ik bedoel... dat is jouw... Ja. Nee, maar gewoon, ik zat me dat gewoon af te vragen. Ik bedoel, belangrijkste vraag, hoe krijgen we de zorg op de agenda van deze... Ja, van, dat is van absoluut nodig. Overheid. Ja, maar dat gaat echt niet goed. Hè. We zijn het nu zo aan het uithollen. En de problemen waar we nu vanavond in gaan komen en de komende weken, dat is gewoon omdat we de zorg totaal hebben uitgehold. Maar dat is dus het kabinet wat je eigenlijk de afgelopen kabinetten kwalijk neemt. Absoluut. Maar hoe gaan we dat weer op orde krijgen dan? Ja, maar dat is echt willen met elkaar investeren en bij elkaar blijven, solidariteit en durven investeren. Want dat duurt 10 jaar weer. 10 jaar? Ja. En tot die tijd is het een beetje pap en ellende. Het wordt echt ellende. Zo, dat is niet echt fijn zo deze avond. Zo is het. Nee, maar dat hebben we daarna gemaakt. We hebben het laten liggen. Dat heb ik ook ervaren met mensen die kennen de zorg en mijn betrokkenheid.
komt het er moet iets gebeuren. Even iets positiefs, dan komt het goed uiteindelijk in dit land. We hebben zoveel problemen met de toeslagenaffaire, met de zorg, met onderwijs, met migratie. Als, je dit soort als dingen... we het met elkaar blijven doen en als we niet gaan polariseren en tegenover elkaar gaan afzetten en kijken wie er gelijk heeft, er is geen gelijk meer. Nee. We moeten het met elkaar doen en zorg. We leven in een rijk land en we willen gewoon dat iedereen de zorg kan krijgen die, waar die recht op heeft. Ja. Maar dan moet je de verpleegkundige ook gaan positief beoordelen en waarderen. En dat waarderen is echt totaal weg nu. Ja, je mag geen minister worden, begrijp ik, hè, van je vrouw. Nee, dat ga ik ook niet doen. Dat past ook niet bij mij. Nee? Nee. Dan is het schipperen en jezelf verloochenen. Nee, dan moet ik me vasthouden aan een 4 jaar beleid. Nee, daar ben ik niet van. Nee. Nou, het is wel een open verhaal geworden, Diederik. Intens, het verhaal van Diederik Gommers. Maar je moet eigenlijk nog een boek schrijven nu, want ze gaan er gewoon door nu. Ja, dat gaan we zien. Ja? Oké. Dankjewel. Succes. Dank je.